Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hier op het Zultrex, de enige echte natuurlijk. Nou, in de vorige vlog had ik een vakantie video ervan gemaakt. In ieder geval, ik heb erover verteld, want ik had dus helemaal niks gefilmd. Ik had het erover, ik heb in de vakantie ook wat gekocht. En dat heb ik gedaan op Steam. En inmiddels, als het goed is die maandag geweest. Ik weet het niet zeker. Maar ik wil dus maandag, wil ik een nieuwe serie gaan maken. En die nieuwe serie is, nee dat is niet Teardown, want die heb ik al. Moet trouwens ook nog een keer een video van maken. Kijk eens eventjes. Eurotruck Simulator. Eurotruck Simulator. Ja, als het goed is. Een nieuw spel. Of voor mij in ieder geval. Het is geen nieuw spel. Maar voor mij is het een nieuw spel. Ik heb hem nieuw gekocht. En ik ga daar lekker video's mee opnemen. En misschien ook nog wel livestreams. Maar ik ga eerst. Laat ik een serie maken. Met van ongeveer een. Ja, wat zal ik doen? Ik zal er gewoon in het begin zal ik er even 10 maken. Ik wil een serie gaan starten. Elke maandag wil ik dus een serie gaan starten met Euro Truck Simulator. Dus op elke maandag een nieuwe Euro Truck Simulator aflevering op mijn kanaal. Ik ga er 10 ga ik er maken. En dan ga ik eerst na de 10 afleveringen ga ik eerst even kijken of dat het een blijvertje is of niet. Het ligt ook een beetje aan jullie. Ik weet niet wat jullie ervan vinden of dat jullie het leuk vinden. Ik heb al in mijn vriendenkring heb ik al gehoord. Ricardo Hollander die vond het heel erg tof. Joost die vond het wat minder. Ja, het is een beetje smaak. Het is een beetje smaak van wat je wel en wat je niet leuk vindt. Maar ik ga in ieder geval, ik wou bijna zeggen, aanstaande maandag ga ik ermee beginnen. Nee. Maar in ieder geval ben ik dus begonnen afgelopen maandag, als het goed is. Ben ik ermee begonnen. Euro Truck Simulator, elke maandag een aflevering. 10 weken lang. En na die 10 weken ga ik kijken of dat het een blijvertje is of dat het geen blijvertje is. Ligt aan de weergave, de kijkers, de reacties. Ligt er precies een beetje aan wat jullie ervan vinden. Ik weet niet of jullie het leuk vinden. En dat gaan we wel zien uit de statistieken van mijn video's. In ieder geval ga ik het 10 maken. En dan gaan we later gaan we kijken. En als het leuk is, dan ga ik het vaker doen. Wordt het een complete vaste serie op mijn kanaal. En als het niks is, dan is het niks. Dan stop ik er gewoon weer mee. Zo simpel is het. Jullie moeten het wel leuk vinden om het te zien. Als ik maar 2 kijkers heb en voor de rest niemand interesseert het, dan dan heb ik niet echt heel erg veel nut om dan nog verder te gaan met zo'n serie, om dat verder te doen. Dus de eerstkomende 10 weken op elke maandag, 10 weken lang, Euro Truck Simulator. En dan gaan we wel kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. En we gaan het wel zien wat het gaat worden. Als het dus een blijvertje is en mensen vinden het leuk om te kijken, dan ga ik het elke maandag ga ik het doen. En dan komen er na die 10 afleveringen komen meer afleveringen van Euro Truck Simulator. En als het niks is, ja, dan is het niks. En dan ga ik er weer mee stoppen. In ieder geval. En als het ook leuk is, ga ik dus door met 10. Meer als 10. Dus om te maken. En ik ga dan ook livestreamen. Net zoals ik GTA livestream. Vroeger Planet Coaster en nog meer dingen. Spellen die ik gespeeld heb, die ik wel eens gelivestreamd heb. Minecraft heb ik vroeger in het hele begin heb ik dat nog wel eens gedaan. Als het echt heel erg leuk is, dan ga ik gewoon
Elke maand een aflevering en één keer in de zoveel tijd een livestream van Euro Truck Simulator. Want het is echt een heel uitgebreid spel. Heb je Euro Truck Simulator? Laat het even weten in de comments. Want dan kunnen we misschien een keer samen gamen. Dat zou wel heel erg leuk wezen. Want je kan dus online ook tegen elkaar of met elkaar spelen. En dan kan je convoys wegbrengen. Weet ik voor allemaal. Dat is echt hartstikke leuk. Dus laat even een berichtje achter in de comments. Van ja. Of dat je Euro Truck Simulator hebt. En of dat je het leuk vindt om het met mij te spelen. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik zou zeggen, jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe het duimpje de lucht in. Kijk dus elke maandag. Als het goed is de eerste aflevering al geweest. Als jullie dit gezien hebben. Ik hoop op maandag. Want ik wil er eigenlijk op maandag een vaste serie maken. Om daar een vaste dag voor te doen. Want dan is het is overzichtelijker. Dus ik bedank jullie allemaal voor het kijken. En ik zou zeggen, jongens, tot de volgende vlog maar weer. Bye bye. Hoi.